In deze video bekijken we hoe je de broncode in PyCharm kan debuggen. Wat houdt debuggen eigenlijk in? Bij het programmeren kan je drie soorten programmeerfouten onderscheiden. Een eerste soort is de compileerfouten of syntax-errors. Een tweede soort is de fouten ontstaan tijdens het uitvoeren van de code of de runtime-errors. En een derde soort fout is de logische fout of de semantic error. Als PyCharm fouten in de code registreert, worden deze als volgt weergegeven. Code met foutieve syntax wordt in het editorvenster onderlijnd met een rode golvende lijn. Als je met de muispointer over deze lijn gaat, krijg je meer details omtrent de fout. De bestandsnaam in de editortab is eveneens rood onderlijnd. Ook de bestandsnaam in het projecttoolwindow en zelfs de parent directory zijn onderlijnd met een rode golvende lijn. In de rechterkantlijn van het editorvenster zie je een markering. Beweeg je de muispointer over deze markering, dan verschijnt een tekstballonnetje met meer details over de fout. In de rechterbovenhoek van het editorvenster krijg je informatie omtrent de foutstatus. Groen betekent dat alles oké is, geel betekent dat er nog een aantal stijlfouten en waarschuwingen voorkomen en rood betekent ernstige fouten. In de PyCharm editor worden zowel syntax als stijlfouten aangegeven. Daarvoor zorgt Hector de inspector. Bij een klik op Hector wordt een pop-up venster geopend. Standaard staat dit ingesteld om zowel syntax als stijlfouten op te sporen. Je kan de slider echter naar links bewegen indien je dit wenst, als je enkel syntax highlighting wenst, of helemaal naar links als je helemaal geen inspecties wenst. Het editeren zal sneller gebeuren, maar minder comfortabel zijn. We bekijken nu kort elk van deze foutencategorieën. Een compileerfout of een syntaxfout komt voor wanneer de instructie of het programma een syntaxfout bevat. De interpreter kan enkel syntactisch correcte programma's uitvoeren. Bijvoorbeeld niet gebalanceerde haakjes of een foutieve insprong geven een syntax-error. In de PyCharm editor en de Python console wordt een syntaxfout aangegeven door een rode golvende lijn. In een interactieve sessie zal bij deze instructie de compileerfout invalid syntax verschijnen. De foutieve syntax is in dit geval afkomstig van niet gebalanceerde haakjes. Een tweede soort fout is de fout die optreedt tijdens het uitvoeren van een programma, een runtime error. Deze doet zich slechts voor bij het uitvoeren van de instructie. De uitvoering van het programma wordt beëindigd en de aard van de fout wordt weergegeven. Een voorbeeld van een runtime error is bijvoorbeeld het delen door nul. In de PyCharm editor wordt deze fout pas weergegeven in de Python console bij het uitvoeren van het programma. In een interactieve sessie krijg je in dit voorbeeld de runtime error, zero division error. Een derde soort fout is de logische fout of semantic error. In dit geval wordt het programma zonder problemen uitgevoerd, maar het gedraagt zich niet zoals verwacht. Dit soort fouten is dan ook moeilijker te detecteren. Oplossen van logische fouten vereist namelijk dat je op basis van het waargenomen resultaat probeert te achterhalen wat het programma intern aan het doen is. En om dit te achterhalen zullen we gebruik maken van de debugger. We demonstreren in deze video fouten uit elk van de drie categorieën. We bekijken opnieuw het SOM-programma. De opdracht is in dit geval om een programma te schrijven dat twee natuurlijke getallen opvraagt, de som ervan berekent en dit resultaat weergeeft. Ons eerder uitgewerkt programma is te zien in het editorvenster. Hector de inspector geeft aan dat er ernstige fouten in de code voorkomen. In de code verschijnt een rode golvende lijn bij de printinstructie. Dit wijst op een syntaxfout. Als je de muispointer beweegt over deze golvende lijn, krijg je informatie over de fout. De instructie is hier namelijk ingesprongen, terwijl dit op dit ogenblik niet toegelaten is. We corrigeren de fout en krijgen op deze manier opnieuw een syntactisch correct programma. We runnen de code. De eerste instructie wordt uitgevoerd. Er wordt ons gevraagd naar een eerste getal. De
tweede instructie wordt uitgevoerd, er wordt ons gevraagd naar een tweede getal. De som wordt nu berekend en afgedrukt. Het resultaat is echter niet wat we verwachten, maar we kunnen de fout in de code niet direct detecteren. Er worden namelijk geen syntaxfouten aangegeven en we krijgen ook geen runtime error. Het programma wordt niet onderbroken door het uitvoeren van een foutieve instructie. We hebben nu te maken met een logische fout. Met behulp van de debugger kan je dit programma stap voor stap doorlopen en voor elke stap de waarden van de variabelen bekijken. Hoe gaan we daartoe te werk? We voegen eerst één of meerdere breekpunten toe aan de code. Dit kan je doen door te klikken in de linkerkantlijn op de lijn waar je het breekpunt wilt toevoegen. In de debugmode zal het programma nu uitgevoerd worden tot aan dit eerste breakpunt. En vanaf daar kan je stap voor stap elke instructie doorlopen en telkens de inhoud van de variabelen bekijken. Om de debugger voor dit script te starten, selecteer je in het snelmenu Debug Som. Er wordt een Debug Tool venster geopend. En alle informatie over het debuggen van dit script vind je terug in de verschillende tabs. In de console vind je de debugger messages en de output van het script. De variables tab toont ons voorlopig een aantal speciale variabelen. Deze worden voorafgegaan en gevolgd door twee underscores. Dit zijn variabelen die door Python zelf worden aangemaakt. We hoeven hier geen rekening mee te houden bij het debuggen van onze oefening. Door het indrukken van F9 of het klikken op dit symbool zal het programma uitgevoerd worden tot aan het eerste breakpunt. Daarna kan men met een druk op F8 of een klik op deze knop alle volgende instructies één voor één doorlopen. Heb je bovenaan de code een breakpunt toegevoegd en start je het debug met een druk op F8, dan worden vanaf de eerste regel de opeenvolgende instructies één voor één doorlopen. We starten het debuggen. In de console voeren we een eerste getal in. Daarna, druk op F8, voeren we een tweede getal in. Het programma voert nu de instructies uit en in het variables venster zien we alle tot hiertoe gebruikte variabelen en hun waarden. De variabele x heeft de waarde 22 gekregen en wordt opgeslagen als een string. De variabele y heeft de waarde 44 gekregen en is eveneens opgeslagen als een string. Na een klik op F8 wordt de volgende instructie doorlopen. Het programma heeft ondertussen de som berekend en deze opgeslagen in de variabele som. En we zien dat deze variabele de waarde 2222 heeft en is opgeslagen als een string. We kunnen al vermoeden welke fout we hebben gemaakt. De string x wordt bij zichzelf opgeteld. Door concatenatie van strings worden deze aan elkaar geplakt. Onze code bevat dus een tikfout. Python heeft die echter niet geregistreerd als een syntaxfout, want er werden geen onbekende variabelennamen gebruikt bij het bepalen van de som. We beëindigen deze debugsessie en passen de code aan. Som krijgt nu de waarde x plus y. Debuggen opnieuw. Voeren als eerste getal 55 in. We voeren als tweede getal, na een druk op F8, 22 in. Het programma voert 1 per 1 de instructies uit. Slaat de gegevens op in de respectievelijke variabelen en berekent de som van x en y. In het variablesvenster zien we die waarden van x, y en som. De variabele x heeft de waarde 55, y de waarde 22 en beiden opgeslagen als een string. Som is de concatenatie van x en y en opgeslagen als een string. Tijdens het debuggen wordt de huidige inhoud ook in het editorvenster weergegeven. Ook hoveren van de muisaanwijzer in de editor geeft de huidige waarde van de variabele terug. We beëindigen opnieuw deze debug-sessie. In de huidige oefening werd echter gevraagd twee natuurlijke getallen op te vragen en daarvan de som te berekenen.
De waarden van x en y moeten dus opgeslagen worden als geheel getal. Hiertoe zullen we, na invoer van elk van de variabelen, deze omzetten naar een geheel getal. We voegen de code toe. En debuggen opnieuw met F8. Het eerste getal wordt opgevraagd. We geven 44 in. Deze variabele wordt opgeslagen als een string. Bij uitvoer van de volgende instructie, F8, wordt deze variabele omgezet naar een integer. En dit kunnen we ook zien in het variablesvenster. F8 brengt ons naar de volgende instructie. We geven het tweede getal, 88, in. Deze wordt opgeslagen als een string in de variabele i. Dat zie je ook in het editorvenster. Na een klik op F8 wordt de volgende instructie uitgevoerd. De stringwaarde wordt omgezet naar een geheel getal en opnieuw opgeslagen in de variabele i. In een laatste stap, F8, berekenen we nu de som van beide variabelen, beide gehele getallen, en we krijgen een geheel getal met als waarde 132. Met een druk op F8 springen we naar de volgende instructie en het resultaat wordt afgeprint. De debugsessie is beëindigd. Door het stapsgewijze doorlopen van de code van het programma en door het opvolgen van de inhoud van de variabelen zijn we in staat om de fouten in onze code te corrigeren. We simuleren nu nog even een runtime error in ons programma. Bij het opnieuw uitvoeren van de code voeren we als eerste waarde 12 in en als tweede waarde de letter A. We krijgen nu een runtime error. Er wordt ons gemeld dat op lijn 5 in het programma een fout optreedt. De letter A is een ongeldig argument voor de int-functie. De fout wordt pas gedetecteerd bij het uitvoeren van het programma. We hebben hier dus te maken met een runtime error. Dit is het einde van deze video, waarin we aantonen hoe we de broncode van een eenvoudig programma kunnen debuggen in PyCharm.